maar het genoeg, meneer. Het is 4:10. Wow. 4:10, jongens. Hier zo. Oh, je hebt stand te filmen met de. Je bent nou in Zoom met dingen, hè? Je bent ook naar Hollywood toe gaan, hè? Professioneel. Je bent met die Jeremy Spielberg. Nog wat film maken. Spielberg. Nee, je schrijft niet Jeremy nog. Ja. Ron Jeremy. Want hij mag ook met hem in de films maken spelen. Geen probleem, jongens. Hebben we misschien. Hey, vandaag, donderdag, 14 december, 13 december. Rond de klok van 4:10. We gaan weer verder met de motor. Jullie hebben gezien in de laatste deel. Dit wordt gewoon een hele, hele grote film. Wordt het gewoon, jongen. Dit film komt in de bioscoop in Amerika. Dus dit is gewoon ellende. Ze hebben dit gewoon echt. Ze hebben er een grapje van gemaakt. Ze hebben er gewoon compleet. Dat wordt een serie. Dit wordt gewoon. Deze motor wordt gewoon een serie. Miniserie. Mensen wachten gewoon op Facebook en YouTube. Wanneer komt de volgende deel? Wanneer komt de volgende? We hebben al vier delen geüpload. Het duurt al anderhalf uur. Wat is het nou geworden? Het is nou een stukje uitdaging ook voor mij geworden. De motor, wat het probleem is. Jullie hebben het laatste deeltje gezien. De pakking die ze vergeten waren. En de rommel die er allemaal bij lag. We hebben hem in elkaar gezet. We hebben olie gedaan. Motor tikt nog steeds. De motor blijft tikken. Hier, kijk mij aan. De distributieketting hebben we nagekeken. We hebben nagekeken of die op tijd stond. Want ik hoorde daar een geluid. Staat netjes op tijd. De kleppen staan netjes goed. De spannen is allemaal netjes goed. De oliepomp is goed. Alles is gewoon goed en hij tikt nog steeds. Enigste wat ik nou ga denken nog, we gaan plannen maken. Of je hebt een tik in je hoofd. Ik heb ook een tik in mijn hoofd, sowieso. Dat is bekend. Maar ik ga jullie een ander verhaal vertellen. Mijn broer had, denk 25 jaar geleden, had hij een Mercedes, een 300 SD. Zo'n zeldzame Mercedes. En een S-machine, een S-bak, maar daar een diesel van. Die werd helemaal in Amerika geleverd. In die auto gaat ongeveer 6 liter olie in. Maar hij wegwacht mijn garage. Iemand doet er 9 liter olie in. Hij zegt, maar ik begrijp niks van deze auto. Er gaat maar 9 liter olie in. En kom hier, ik heb last van deze teringding hier. Kom hier staan. Er gaat 9 liter olie in. En hier gaat normaal 6 liter olie in. Oké, ja, dat kan met mijn pijlen zo. Goed, maar we gaan naar Marokko met dit ding. Hij komt in Marokko bij even een of ander jongen die fruit verkoopt. Hij verkoopt fruit en vlees. Ook monteur is hij het gelijk. En mijn broer heeft oliepijlen. Vleesmonteur. Ja, hij is in Marokko toch. Hij een stukje snee. Hij maakt voor jou vlees. Hij maakt voor jou een broodje. Hij is monteur. Kijk, hij loopt gewoon naar die auto toe. Hij kijkt in een keer zo in die auto. Hij zegt, hey. Hij doet de motorkap open. Hij zegt, hey, die oliepijl hoort daar niet. Hij zegt, gelijk aan die vorm van die oliepijl, dat die niet van die auto is. Ja. Hij zegt, oliepijl is te kort. Dus daarvoor hebben ze in die auto begon ik olie te lekken aan alle kanten. Dat stond veel olie in. Dus ik denk, is deze oliepijl wel goed? Als deze oliepeil niet goed is, als hij niet goed meet, hij peilt, hij geeft voldoende olie aan. Misschien is deze olie gewoon peil te lang. Als ik erin kijk, zie ik gewoon dat het gewoon een originele BMW van een BMW is. Er zat ook een Rotax op, van die en die type, van deze type. Maar toch, wat ik ga doen, we gaan er meer olie in doen. Voor mijn gevoel is het, ik blijf het weer zeggen, als wij de motor starten, dat er geen olie boven komt. Gaan we nou nakijken. Wat we gaan doen is, we gaan hem stroom geven. Starten gaat hij niet. Dat gaan we nog niet doen. We gaan hem stroom geven. Zo. Wat wij gaan doen. Als ik nou de motor draait, wat moet er gebeuren? Hij moet spetteren. Dat is het. Hij gaat spetteren. Dus hij moet olie naar boven krijgen. Mm-hmm. Gaan we kijken. Geen naam noemen. Ja, dat mag niet. Helemaal wordt het wel beroemd. Krijg je weer misschien maak ik je kans op zijn toe starten. Kijk zo. Moet bij Jesse zijn. We gaan starten. We gaan starten. We gaan de motor laten draaien. En dan gaan we kijken hoe de olie naar boven komt. Olie. Er ligt naar boven, hè? Er komt geen olie naar boven. Er komt geen olie naar boven. Die tik wat jij zegt, heb ik ook in de ochtend. Ja? Want die bij mij tik 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 tik. Na een half seconde is die weg. Maar komt dat die olie nog niet, omdat die heel koud is. Ja. Heb je? Maar bij hem is het overdreven. Kijk, misschien moet je even. Ja, bij hem is het alsof je de sleutels in de blok zit. Bij hem is het alsof de sleutels in de blok zitten. Ja, maar bij deze is het overdreven. Wat wij hier zien, ik heb, dit is niet het ervaring, vaak. Haal ik de kleppendeksel er vanaf, druk op het knopje, zie je allerlei spetteren. Zonder dat je start, zie je gewoon allerlei kanten spetteren. Wat wij gaan doen is,
we gaan hem sowieso olie geven. Want dit hierboven, hier aan de bovenkant, moet het veel vochtiger zijn. Veel vochtiger, er moet veel meer olie zijn. Kijk, het is te veel te weinig olie, man. Eens kijken, man. Dit is toch hartstikke droog, dit? Dat is gewoon droog. Dit is, dat mag niet, man. Dus wat wij gaan doen is... Ja, wel olie op die randjes, et cetera, maar... Ja, maar dat is, dit is te weinig, is te weinig, is te weinig. Wat wij gaan doen is... Even contact aan de uitschrijving. Oh, is dat zo? Fuck je gezin. Zie je misselijk haar? Is die booster wel is die geladen? Een dode mansknop zet, is die aan of niet? Nee, dat gaat niet. Nee, dat is een maatje. Dit is niks op te komen. Is dat erbij, joh? Oh, maar het is niks tegen zo'n pannes. Dit is niet van die van die lichten. Dan moet ik gewoon erbij hebben gezien. Wat is dat? Het is op, nee toch? Ik heb hem olie gegeven. Waarom? Omdat het voor mij veel te droog aan de bovenkant was. Dat is voor de veiligheid. Wat ik ga doen nou? Ik ga hem starten. Geen andere keuze. Sneller. Ik moet zien of de olie echt naar boven komt. Er komt geen olie, er komt geen olie naar boven. En dat kan een tik zijn. Wat we gaan doen, we gaan hem eerst even... Eens kijken, de sleutel, de sleutel. Dit is gewoon onderdakkomend net motor gewoon die bedrijf. Dit is niet normaal, man. Wat bedrijf is dit nou? Ben je geweest? Weet ik, dat zijn allemaal gewoon pakkingen ernaast, los en zo. Heb ik gezien, ja. Dit lag er ook los, ik weet niet wat dit hoort. Ik heb hem gezien. Ja, dit lag er ook bij, ik weet niet wat dit hoort. Ik weet niet wat dit hoort. Ik kan ze nergens plaatsen. Daar moet het niet, niet stappen. Deze is niet goed. Deze is niet goed. Deze is wel goed. Het is niet jammer.
Misschien zit, geeft hij aan die streepjes niet beneden maar boven. Moet je kijken op die hier. Ja, ja. Daar heb ik een beetje olie bij gevuld. Als er wat olie bij moet, dan zit er olie bij. Ik zal blijven nog hangen. Kwam met die Bart, moet je wat meenemen. Wat? Jongen, die is ontgelocht. Wat? Deze motor. Nee, is niet anders. Oh, iemand moet het anders dan, ja. Maar hij heeft een duik gebracht daarbij. Maar wat ook voor mij moeilijk is, ik zie een pakking ernaast leggen. Ik zie het is allemaal chaotisch, rommelig. Waar hebben ze aan gezeten? Als ik weet dat ze aan de cilinder hebben gezeten, dan ga ik bij de cilinder kijken. Waar hebben ze aan gezeten? Daarvoor heb ik zoveel tijd in. Het is voor mij ook zoeken. Het is mijn nadenken. Wat hoor ik tikken? Hoor ik een distributieketting? Het lijkt wel of een zuiger tegen de klep aantikt. Het lijkt of hij niet op tijd staat. Het zijn allemaal dingen bij elkaar plakken, zeg maar. Een pakking mist hij, dus hij is los geweest bij de cilinder boven. En ze zeggen nee, we zijn los geweest. We hebben alleen je gasklep losgemaakt om je bougies te vangen. Als jij je bougies wil vangen, hoef je geen gasklep te vangen. Dat zegt die bedrijf tegen de jongen. Hier zit je gasklep. Hier zit je bougies. Het is ver van elkaar af, dus waarom moet je die vervangen? Het is allemaal onduidelijk. Het lijkt wel iemand loopt hier te liegen. Ja, ik ben Rashid. Ja, ik. Kwast. Je ziet niet goed, je ziet niet goed. Ja, nog ga ik vet het niet goed. Dat is zo nog wat beter. Hier, Bebe. Heb je zo gesneden? Nou ja, komt dus mijn vinger tussen het ding en ding. Tussen mijn nagel. Ah. Een beetje olie overheen. Ja. Die Palestijnse kinderen voelen, hebben veel meer pijn. Komt hij een keer thuis? Staat je huis er niet meer? Nee, dat zit die rubber hier. Ja. Ja. Er wordt een ander soort bacteriën. Ja. Dat is erg. Kom, je vindt je een keer zo langs de weg. Hebben ze hem geopereerd? Hebben ze gewoon zijn nieren eruit gehaald? Ja, wat is de fuck in zijn heuvel gepakt? Hebben ze gewoon een nieren eruit gehaald? Zo'n jochie van 10 jaar. Gewoon leg daar. Vader moet zoeken, s'avonds huilen. Vind je een kindje op langs de weg leggen? Hebben ze gewoon geopereerd? Dingje met z'n. Ze hebben gewoon nieren eruit gehaald van jochie. Ja. 10 jaar. Grootsel, irhapen, terrorisme. Kom daar vandaan. Nee, maar dit fucking was het toen heel veel joden. Hoog met die rabbijnen van jochie. Ook met de organen die smaak. Zijn zionisten. Ze verbergen zich achter de vader Jacob en de koning Salomo. Snap je nog? Vader Jacob. Dus is een goede man, die vader Jacob. Vader Jacob? Ja, hun vader. Hun opa. Nog de hoogtik misschien. Kom ook getik daar. Oh, wat tik in onze hoofd hier. Een stikje. Oh, wel een ander stikje. Ik heb dus niet van de standaard afduwt, hè? Wat is die kabeltje hier? Kilometerkabel, ja. Oh, ja. Nee, is ABS. Is niet goed. Nou, moet ik precies invullen. Ja. Is niet goed in.
Is daar klaar een beetje olie over die rubber heen smeert? Ja, ja, ik mag geen olie gebruiken. Ja, alles draait om die olie. Ja, dat is het probleem. Dan glijdt hij er gewoon ook makkelijk overheen. Ja. Hij is te droog. Ga je er makkelijk overheen? Ja, dicht. Ja, ja. Moet je dat doen? Dat insmeren. Ik kom niks uit. Gewoon een valse lucht. Misschien gaat het wel lekker nu. Ja. Ik maak schoon toch hem. Nee, dat is siliconen. Ook voor goed voor rubber en zo. Ja, rubber. Ja. Roma. Ik heb even twee bissen nodig. Yes, yes, rubber. Blijft die vet. Je weet, de onderkant drukken, weet je wel. Met de beneden drukken. Ja, zo, goed, zo zit dat. Zo, zo, kijk verder. Kijk even kijken. Ik denk die achterste moet nog erin. Nee, die zijn helemaal goed. Even deze gaan we, deze moet even, deze zit eigenlijk in die cover, deze moet van elkaar aangesloten worden. Daar gaan we een plan van maken. Yes, zo. Oh, zo. Anders gaat hij niet goed lopen. Als deze slang niet loopt, niet goed. Ja, loopt zo niet goed. Hè. Lucht toch? Luchtslang. Kijk, en ook, even, ik laat je dat zien. Kijk, wat ik ook vreemd vond, wat ik weet van deze motorblokken, hier horen twee membraanklepjes erin. En een dekseltje erop, met een tuteraan. Waar is die? Zat er ook niet op. Dus, ik ben, heel veel dingen aan deze motor begrijp ik niet. Maar maakt niet uit, we gaan kijken. Kom maar goed. Ze hebben de helft van de vergeten dat je het er niet is. Ze is niet zo'n vriend van diegene. Nee, die jongen liegt niet. Hij heeft mijn bedrijf gebracht. Appa ook boeien gaat met die bedrijf. Je moest hier alles ernaast hebben. Appa ook gezegd. Compleet een motorblok. Toen is ze. Elkaar achterop. Deze? Ik denk dit is goed. Dan hoort hij boven. Dan geeft hij hier zo'n mankement aan. Shit man. Wat gaan nog? Ik denk dat het stroomprobleem is. Dit ding. Je moet ook opladen. Thank you.
Ik heb boven de plek komen. Oh, dit is pas een beetje tegen de kant. Ja, hey, hoor dat hoor. Hoor dat hoor. Ja, hoe snel, hoe langzaam, hoe gaat ook met de kant. Ja, dat komt er. Dit is hier dan. Wat mij nou komt opvalt, iets komt op elkaar aan. Ja, dat is één ding, is meer dingen. Wat mij wel nou opvalt, die veringen. Die geluid gaat niet uit, hoe is het goeie geluid niet? Samen. Die geluid gaat er niet uit. Ik alsof die ergens tegen en die klep. Nee, ik vind bij die vering daar. Dat is net die schroeven loszitten. Met die kleppen zeg maar. Die hier, bij die vering daar onderin. Daar, daar zit de ding in. Kijk, eerst en dan schaar. Ja, volgens mij. De tuimelaars toch? Ja, ja. Klep, klep. Ja. Is de klep ook tuimelaars? Klep. Oh, daar zit het probleem in. Want je hoort dat. Echt, bij die vering, daar zitten de trilling in. Oh? Wat zie je dat hier zit? Nee, die zou er ook gaan. Wat een vieze geluid zeg. Kijk, dit is, hij zegt tegen mij, na die ongeluk is dit gebeurd. Goud naast dit, ze hebben aan die ding gezeten, aan die motor. Ik ken niet anders. Staan de kleppen wel goed? Ik heb ze gecontroleerd. Ja? Heb ik misschien fout gemaakt? Ik heb misschien ze niet goed gecontroleerd. Ja, dat is wel allemaal goed, zeg maar. Dat is niet alleen dat ze goed staan, maar dat ze goed zijn. Geen dat er eentje scheef is of zo, weet ik het. Dat kan, hè? Het kan dat er eentje scheef is. Maar dan mag hij wat keihard geluid. Hey, maar waarom eerst, weet je wat er gebeurde? Eerst, na een tijdje ging die geluid minder worden. Nou niet. Nou niet in één keer, zeg het niet. Het blok moet eigenlijk helemaal uit elkaar. Als het goed is, als die ergens tegenaan moet komen, dan moet je ergens zo iets zien, snap je? Beschadiging inderdaad. Nee, je ziet gewoon, het is gewoon, het, wat ik weet, zo'n motorblok moet gewoon vochtig zijn. Die motor kan helemaal druk. Ja, draaiende onderdelen hebben gewoon olie nodig. Ja, draaiende olie, ja, dan loopt het zonder olie ofzo. Als ik die sleutel erop, ik ga luisteren naar die motorblok. Mm-hmm. Ik hoor gewoon ook eens oud. Het geluid komt ergens hierboven. Ja, boven. Je hoort duidelijk. Het lijkt alsof zeg maar, die nokkenas tegen de bovenkant aankomt. Tegen een tikken lijkt. Ja, alles draait, dus je weet niet waar het vandaan komt precies. Nee, dan zie je gelijk beschadiging. Wat is dit dan? Hier. Nee, het is gewoon veiligheid van aluminium. Kijk, even met die veringen even kunnen. Daar moet ik kijken. Daar zit wat los volgens mij. Met de kleppen. Ja, die veringen. Daar zit. Vooral de buitenste. Nee, weet je, ga zien. Deze motor heeft altijd goed gereden. Hij heeft altijd. Maar ga je in één keer door losgehaald worden? Dat hij niet. Als je hem weer vasthoudt, dan zet ik hem even. Hey, maar hoort hij wel los te zitten, deze of niet? Ja. Als dat nou spanning zit, zie je die nokkas hier? Die zit ja, je omhoog. Maar ik ga draaien, dan gaat hij mee. Dan staat de spanning door de ketting. Dus ik ga van de achter weer draaien, dan zie je dat het iets naar beneden gaat. Dan moet je, als hij naar beneden gaat, dan moet je gemeente kunnen stoppen. Maar waar moet je naar beneden? De hele nokkas, toch? Ja. Ja. Hij staat beneden. En nu is er in de beneden eentje. Die één kant. Ja? Eén kant zo beneden. Oh, nee, nu is het omhoog. Ik kan nog helemaal geen maken. Kijk, dit is. Ja, zie? Ja, aan de kant moet er beter. De rug is te. Als je er mee te kijken, geef ik de camera. Ja, ik draai maar van de achterwielen. Ja. Dan schiet die andere kant los. De andere kant ook los. Nou, ze moeten allebei. Ja.
Dus moet je toch spanning staan, die dingen? Stroom, stroom, spanning. Is dat nog spanning? Ja. Het mag ook de spanning staan. Dan vasthouden, gewoon zo in. Hou even zo in de gaten. Op een gegeven moment. Ja, alhamdulillah. Ik ben bij mij is het in de beneden nog. Kijk nou. Bij hij zit in de winkel. Nee, het is nog zo. Iets. Oké, weg. Ja, is weg. Is weg, geen probleem. Is goed, ik ga het doorheen. Oké, zo. Hoi. Nee, ze komen nu omhoog. Ver omhoog. Ik kom veel ver omhoog. Je moet even terug. Als hij doordraait, gaat hij me niet aan. Anders haal ik de spanner los. Ik haal de spanner los. Kijk, dit komt door de spanning. Ik haal de spanner wel los. Ik haal die spanner wel los, dan... De boeitjes zitten er ook in, daarvoor mag ik even kijken, ook een tikje even merken, dat die slijt. Maar kijk, even een tikje. Weet je wat, je kan het soms heel moeilijk zien. Nee, maar is die klep niet. Is het maar een millimeter, hè? Nee, die klep niet. Kijk, ook zien. Ja, kleppen, ja. Die op het bos, waar is gebaren? Ik ben even kijken, misschien is een van die... Ja, de stelplaatjes eruit gaan. Gebruik worden. Je gaat zien dat je misschien wat spul nog daar vindt. Dan vind je daar een schroef. Ja. Zomaar. Hey, shit. Toe! Hier, wat? Wat? Die favoraten. Als magneet. Magneetje. Maar nu. Als hij niet beweegt. Als hij beweegt, dan komt hij in zijn wiel. Kom maar. Hij zit daar in die hoek. Hij ligt ook een stukje rubber daar wat los. Ja, je ziet ook daar rotsel daar tussen. Dat is dus een rondelen daar. Een plastic of een rubber. Ligt daar. Kom, dat is voor. Dan moet het die gaan. Oké, dat is waar hoort hij dan? Staplaatje dus. Oh, die kleine dingetjes niet. Ja. Oh, heb je nog meer honden op broek? Bestaga. Ja, dingetjes. Heb je een biedrokje bij? Ja. Dat is iets wat zuigt. Ja, hij is er. Nee. Oh, achter is open. Allemaal die voordeur op. Oh, vacuum. Nee, we hebben een paar vrouwtjes achter. Nou, ik dacht niet daar, weet je. Ja, flink aan het zuigen daar. Oh, waarom is het lekker aan in die ventura? Nee, kan je de deur dicht gooien, Mustafa? Achter de deur? Ja. Oh, als je te lachen is, dan kijk daar. Als je ziet, dit roep daar. Ga er. Zijn er opmerkingen? Ja, dat is helemaal tering, helemaal, ja. Deze. Een keer in de grootshof was een klant. Ik weet niet wat Jammer met hem aan doen was. Hij die klant, kan je alsjeblieft voor mij erin doen? En dan zei hij, wacht zo man, Asabi, kom op man, wat is zo erg mooi meneer, wat is dit nou, doen erin? Het is toch graag, ik ben eruit vallen, dat ding. Ja? Ja, vallen, dat ding. Was goed? Alhamdulillah. Ja? Ik ben ook druk bezig. Jij bent drugs? Ook. Ben drugs bezig? Drugs bezig. Oh, drugs bezig. Waar is die? Hij is aan het leren hier. Oei, wat heeft gedaan? Wat heb je gedaan, wij zo? Ja? Dit komt nooit meer goed, vriend. Ja, ik zoek geld. Ik zoek geld. Vriend. Nee, ik ben bij hem. Oh ja, jij bent hier. Zeg beschermd van de dorp. Is kijk. Nee, niet. Acht postzegels. Acht. Acht. Oh, nog vijf. Hij weet zelf wat hij weet. Oh, wat hoor ik? Staat. Hebben jullie nog postzegels? Je hebt een hele rol daar, we zijn rol. Vier. Nog eentje. Moet je gewoon 45 cent op tekenen. Nee, je kan daar. Ik kan ook geld op plakken. Ja. Even voor de keer geld plakken. Moet ik hem opnemen toch? Is dat goed? Nee, dat is gek. 17 minuten heeft hij nog vraag. Met geluk. Dat is niks aan, hè? Anders niks aan, hè? Weet je, dat ga je echt niet erop gooien, dat weet ik wel, vriend. Ja, nee, dat is een filmpje gewoon. Dit kent een hele film, start alles. Ja, maar niet op internet? Ja, natuurlijk. Nou, haal je mij snel weg, vriend, natuurlijk. Nee, kijk, ik heb het niet. Ja, gewoon zo. Zo kan je niet. Ga niet met dat piepstemmetje. Hij zegt, ik ben aan het opnemen.
Waarom heb ik de camera in mijn handen? Ik heb een lamme, zit je gewoon door op te nemen. Hé, ophouden hè. Kun je even voor Jemmer praten? Ik draai zo jouw kant op. Ik heb die spannetje eruit gehad. Oké. Kijk wat we gaan doen. Heb je die plaatje gevonden? Hij heeft dit nog nooit eerder gedaan, hè? Nee, dat is de eerste keer. Dat is gewoon een... Hij is gewoon een beetje aan het leren van... Je moet altijd... Maar hij gaat stukjes hier uithalen en erop doen. Toch? Nee, gewoon zo'n ruwe film. Nee, maar het duurt te lang. Niemand heeft zin om... Mens wil dat juist. Jij bent leuk voor 2 minuten om naar te kijken, hij zei. Niet langer. Heb ik niet. Postkantoor. Ik haal het Heijn. Ik haal die nog kast ervan af. Je hebt geen postkantoor. Hier wel. Ik heb geen postkantoor. Moet ik nog 2 hebben? Hoezo, 5? Nee, ik heb hier achter, hier moest ik 2 hebben. Oh, daar. Ik heb bij Ulvenveug naast Lidl, ik kreeg gewoon per ja. Dus ik kan nog gelijk via jou wegen daar, dat je gewoon daar... Ik ben al achteraan. Oké. Zet ik maar hier 8 postzegels. Ja, het gelijk meteen dat ze gelijk eentje erop kunnen plekken. Ik had hier maar 3. Ja, maar daar is daar gewoon in één keer één bedrag, snap je? Je moet altijd beter gewoon laten wegen beter, joh. Ja. Het is gewoon hoe dit spul erin. Afval. Als je een paar schoenen bent kwijt gaan rijden, liggen ze vast al hier binnen. Waar is die? Deze bedoel jij? Die knikker. Hier, dit zijn ze. De timmeraars. Nee, die knikkers. Ja, daar, die timmers, daar zijn ze. Ja, nee, zet hem niet. Hallo. Ja. Gewoon doodstraf hier, hè? Nee, deze niet. Als je oppast, nee. Oh, nee, een bak koffie. Oh, nee, zag je dat je... Ja, heeft hij net erin... Kijk. Echt groot. Zijn veel werk, nee. Zijn veel werk. Waarom? Ik heb gewoon pannetjes. Dat erbij maken, is ook veel werk. Wat doe je nou een beetje? Zo dat vorig jaar. Nee, anders niet. Vroeger had hij zo'n horloge op zijn voet. Hey. Op de voet. Nee, schoon of nee, of niet meer? Safia, afgestudeerd. Beter. En niet. Geen zorg. Eén zorg minder. Zo moet je denken. Nog geen best... werk? Ja, wat doe je ook weer? Nachtdienst. Wat? Ja, ja, nachtdienst. Doet iedereen die niks te doen hebben, doen altijd nachtdienst. Op de street eruit. No, waar? Bij Atomwerk. Waar dan? Welke? Bij Hema. Oh, Hema. Ah, okay. Hema, dan weet je het hoor. Als je het goed. Ja, soms kijk je. Ja. Wat verwacht je van wifi? Laat me kijken. Nieuw volgens mij. Wat doe je nieuwe? Nieuw wachtwoord hier. Ja, dat heeft hij wel door. Daar zijn we het helemaal niet mee eens. Ik wil die bak in die. Waar is dit kebab? Oh, hier. Ik val alleen maar zo op mijn hoofd. Hij zei, de laatste 4 minuten moet je weghalen. Het duurt te lang, niemand gaat dit afkijken. Mensen zijn niet gek op. Hey Pinga, wil je brood kopen? Nee. Pinga, kijk maar tijdens het rijden. Kom je brood kopen? Ja, maar jij hebt 3 ogen, jij kan dat. Je houdt 2 ogen op de weg en 1 oog... jij kan dat. Gisteren gewoon 240 euro lichter geworden, man. Ja, we zijn aan het controleren erop, hè. En wat voor auto kwamen ze? Vrachtwagen, bus. Zafira. Oh, oké. Okay. Wie? Jawel, ik zie ineens achter mij... Telefoonje? Politie is top. Kan u rijden een camper? Een camper, bus, ja. Een bus ook, gewoon dus helemaal mensen erin. Ik was op 100 meter afstand van mijn laatste klant. Ja. Ja, noem hem wel op, jongen. Te wachten. Kijk, dat is nog. Huh? Ik zie geen rare dingen. Ik heb toch dit. Wie? Oh, ik moet even in de kastje kijken, weet ik niet. Dat was niet de afspraak als ik wel kom, dat ik ook nog wel de kastje moet lezen. Ja. Nee. Zit er geen beschadigingen op? Niks? Geen bijzonderheden? Misschien is het een zegveer, is dat? Ik weet niet waar het is.
Als je deze blok moet eruit. Deze moet daar op de werktafel. Dan als die daar klaar is, dan moet hij hier weer terug. Ja, maar je hoort gewoon echt duidelijk getikt, hè? Ja. Ja, ja. Ik hoor ook tik. Als ik naast je aan het bidden ben, hoor ik ook een bepaalde tik in je hoofd huizen. Ja, dat tegen. Volgens mij ook een zuiger of zo die niet goed is, hè? Momentje, kom bij, hoor. Dat is krom. In de zuiger hoor je. Rood diep van dit. Oh, ik ben breed. Ziek als het. Bereid zijn we allemaal, maar wat? Mag niet. Plus alles, bijna. Bijna. Plus alles, bijna. Kom bij ze, Hans. En ze heeft nog 11 minuten. De batterij is op. De camera houdt ermee op. Als je niet in 11 minuten oplost, kun je beter gewoon garnalen gaan pellen. Ergens. Ik denk, ik kan niet in contact brengen met Klaas Pul. Ja. Ik zie elke vrachtwagen staan in van Tanger, kom heen en weer, heb ik Klaaspul. En voor hem dan. Dus als hij zijn werk zoekt, kan zo even naar. Even wat doorverwijzen naar Klaaspul. Ja. Ja, klopt, hij heeft verloren vandaag. Hmm. Moest krabben, jij ook? Nee, ik heb gewoon mijn hoofd. Moest krabben, man, kan je komen? Oh, daar. Nee, dit is voor hem helemaal verpest. Dat is ons dagelijkse onder. Deze is toch geen pakking of zo ergens van? Yes. Nee, maar dan was die open, hebben ze dan daar aan gehangen. Maar dit is gewoon shit, man. Waarom? Ik weet niet wat ze aangezeten hebben, teringlijst, joh. Black gold. Misschien ligt het gewoon aan de koppelinghendel. Ja, die heb ik eigenlijk alles vangen. Dus eerst. En de buitenband? Nee, het ligt aan die botbalie daar. Ah, Murat. Hij heeft echt knap, man. Dus die bot moet daarin. Dat bedoel je. Neem je een bak koffie bij of sokken, man? Nee, ik kan gewoon pakken. Ik ga nog een halve dag duren. Hij kent jullie Marokkanen wel. Ik kan gewoon pakken en straks moet hij het afrekenen. Ja, tuurlijk. Ja. Tik. Wat is het dan? Zo, stop bij zijn. Allah, we gaan. Tot de volgende dag. Zullen we even wat anders aan het filmen? Als je gaat zien, niks wat jij aan het. Ja, die stepje. Ik weet niet wat ik allemaal gefilmd heb. Hoe leg niet? In ieder geval niet jou. Een kleur heb ik eruit gehad. Dat daar. Film is. Dat zeg ik net. Deze film is best. Net halal gemaakt. Zou we eens niet aan het filmen. Dan is het serieus en ik heb vast met zijn haren. Ik heb zijn oor, ik heb zijn niks. Nee, maar zoals ik zie. Nee. Je gaat zien, die motor is niet wat jij aan het doen. Ik heb het was net daar. Ik denk het nog. Ik denk het nog. Ga je het overpakken? Hebben de muren alles hier? Ja, man, dat zijn ons filmpjes. We zijn niet in Hollywood. Hè. Hollywood. Nee, mijn arm is. Mijn arm is gewoon zelf, ja, slam geworden. Kijk, deze zal nog even. Wacht. Wie gaat er binnen elkaar zetten deze? Elke dat je dat koosje slaat. Doe ik wel. En dan gaat hij zeker tik. Dat is tik opgehouden. Daar ben ik allemaal geweest beneden. Heb ik allemaal gezien. Dat zag er nog netjes keurig uit. Er zit één ding op ijs. Ah. En ik meen het echt. Ja. Dat zijn de cilinders zelf. De zuigers. Weet je wat mis was met deze motor? Daar moet toch gekeken worden. De carburateur was gewoon vies. Hij heeft gewoon de hele cilinderkop eruit gehaald, de zuigers eruit. Ja, maar dat gewoon carburateur moet je schoonmaken, klaar. Maar dik hoor je echt hier. Daarom is die carburateur vies. Ja, maar dat kan. Want die cilinder komt omhoog, snap je? Tak. Maar als je voelt, voel je ook niet de tik, ook niet. Je hoort er wel mee. Normaal, als je iets wat tikt, dan. Als je je hand oplegt, dan voel je de trillingen. Ja, maar als je die kop openmaakt en de kop eraf haalt, dan voel je het ook gewoon. Nee, kan niet starten, dan start hij niet. Dan start hij niet. Nee, maar dan doe je dat wanneer die gestart is. Dan de kop eraf halen. Ja.
Snap je het? Dan blijft hij stationair, het blijft lopen. Maar hij heeft hier geen verstand van motoren, dat zien we gelijk. We zijn aan het leren toch? Moet je nou die linker, moet je die linker buiten de spiegel filmen? Ja, moet kijken. Het is toch duidelijk dat er in de spiegel ligt? Daar is toch een probleem aan, die spiegel doet niet. Als je hem daar staat, krijg je geen tikken meer. Die spiegel tikte de hele tijd. Oh ja, het was gewoon die spiegel. Soms kijken we ergens anders. Dat doet hij al de zuigers eruit. Ik weet niet, die ik weet, deze bedoel je, hier deze. Terminals. Hier deze. Wat? Deze ja, fietje, ja. Die bedoel je? Ja, terminals, daar zit hem. De E-cellen noemen ze toch? De zerde. Nee, dat wordt E-cellen genoemd. Ik weet niet hoe ze worden ja. Genoemd. Rustig, ja. Nee, maar deze dit is allemaal netjes. Dus. Hier raar. Ik heb zo druk op dit. Ja, maar dat... Die pakking ga je nooit meer netjes krijgen. Oh, ja. Deze pakking? Nee. Die van. Kom nou. Die zat er niet eens op net volgens mij. Die lag gewoon op de grond. Van die Vespa hier gewoon. Hoe gaan ze maar lopen, dinges? Ik ben eruit gesneden van een band. Van overgebleven band. Huh? Ja. Kijk, als je dat bij Ayeshi doet, ga je daar gewoon briefjes van 10 zien binnen. Stop. Dus jongens, wat wij gaan doen is, hier moet ik even een dagje over nadenken. Een dagje over nadenken. Even kijken, even diep denken waar het geluid komt. Nee, kom ook niet met slinden, met zuigen vandaan. Ik tik gewoon echt kom aan de bovenkant. Op de bovenkant, je hoort het. Ja, maar als je voelt, met het, voel je ook niet dat het... Ja, wat... Ja. Ja, ik denk maar je ziet ook geen beschadiging of wat dan ook. Ik denk echt dat jullie zelf een tik hebben. Dat, ja, sowieso. Dat sowieso. Dat denk ik. Ja, dat sowieso. Ja, hey, wat heb je? Oh jee. Ja, zo zie ik dus. Zo zie ik beter. Hè. Jongens, zitten. Maak een einde aan. Ja? Aan het leven ook gelijk. Helemaal zat. Ga dan uit. Hallo. Hij wil niet uit. Hier toch? Nee, oh, gewoon daar.